Ik heb net een hot video opgenomen van een banaan. Maar ik heb hier. Dit is trouwens een veel betere angle voor een potvideo als ik hem iets verder weg zou zetten. Ik heb hier een ZZ plant. En deze zijn nu al 2 stengels afgebroken. Hallo? Dat het een beetje zo'n soppige puinhoop is. Dus ik ga hem even uit zijn pot halen. Hij is volgens mij ook gewoon veel te nat. Maar ik weet niet hoe dat kan. Er komen ook wel wortels onderuit. Dus dat gaan we zo even bekijken wat er allemaal aan is. Ik denk dat dit een open knipgeval is. Dan moet hij maar in een andere pot. Maat zonder. Echt niet goed. Ik denk dat ik hem in de tuin even ga afspoelen. Dat hij helemaal bloot is. En dan even kijken wat de toestand is. Want kijk. Dat is niet goed. Dit is zeg maar waar die tuber uitkwam. Echt niet goed. Maar hij is ook zeiknat, terwijl hij, als het goed is, een week geleden voor het laatst water heeft gekregen. Dus ik geef hem naar buiten. Gaat regenen, dus ik ga jullie even binnen zetten. Oké, mensen van het goede leven. Ik ben weer binnen. Het begon te regenen, dus ik heb jullie even binnen gezet. Maar, mocht je het ooit afgevraagd hebben, dit is hoe een ZZ plant er onder de grond uitziet. Mocht je je afvragen waarom ze nergens aan dood gaan, waarom ze niet zoveel water nodig hebben. Niet alleen hebben ze zeg maar een super sappige stam. Nu zitten er overal van die natte sliertjes aan. Ze hebben ook nog eens een soort van translucent aardappel onder de grond. Deze is een nieuwe tak aan het maken. Deze heeft nog een hele, ik ga je dit nooit kunnen laten zien, echt een meter lange tak. Maar deze ziet er ook gewoon goed en jovel uit. Ik heb net even alle dode meuk erbuiten afgehaald. Ik wil hier nog wat dode meuk afhalen. En er gaat natuurlijk wel eens een wortel dood aan een plant. Dat hoort ook gewoon bij het leven van een plant. Maar het waren er 3. De derde is nu dit van over. Want ik heb hem eraf gebroken, want je kunt deze in water zetten. Deze was ook al sappig aan het worden aan de onderkant. Er zat een gat in de bol onder de grond. En ik weet vrij zeker dat allebei de takken die afgebroken zijn van diezelfde bol komen. Een afgebroken tak kun je gewoon zo afsnijden en in water zetten. Het schijnt heel lang te duren voordat er wortels aankomen.
Maar ik heb er eentje die al 2 maanden in water staat. En er nog steeds gewoon goed uitziet. Dus ik heb hoop. Ik heb hier een terracotta pot. Ik dacht, ik wou hem eigenlijk terugzetten in zijn originele potje. En dan weer in een sierpot. Maar ik dacht, ik kan hem beter in de terracotta pot zetten. Want dan is de kans dat hij te nat wordt en er nog een tuber zompig wordt beduidend kleiner. Dus, dit is het minder spannende deel van het project. We gaan dit vullen. Wacht, ik ga eerst even. Ik heb hier toevallig nog mesh liggen. Mesh. Van het bonsai project. Om te zorgen dat er geen potgrond uit het gat schiet. Zo. Dit is echt huizenpuinhoop. Wacht, kan ik jullie zo neerzetten? Dat jullie kunnen zien wat ik doe. Bol. Oeh. Ruimte maken voor de wortels. Het ligt ook echt op mijn been. Hier gaat een stokje bij. Zo meteen. Tenzij ik hem stevig genoeg in kan stoppen. Maar ik betwijfel het. Zo'n pijn ook altijd te potten. Terwijl moet dan meteen mooi afgespoeld door de regen. Zo. Zo, nu is hij weer mooi. Ik denk dat ik hem geen water ga geven. Mogelijk wel een stok. Maar dat hij gewoon eerst even kan acclimatiseren. Dus ik hoop dat jullie dit boeiend vonden. Ik wist zelf ook niet wat er aan de hand was voor ik hem ging uitgraven. Maar mocht je een plant hebben waar iets raars mee is, kun je hem altijd uit de potgrond halen. En in een drastisch geval zoals deze, de wortels helemaal schoonmaken. En kijken wat er aan de hand is. Want anders waren er waarschijnlijk, was die ook nog omgeknakt. En had ik zoiets gehad van, oh, dit is te heftig. Maar hopelijk doet hij het nu goed.
Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Deze hangt heel zielig, maar dat is omdat hij wat top heavy is. Het valt eigenlijk wel mee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei! Potgrondhand. Yeah.